Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Harmony Shiny Cage Lock met Samson Game toch? B. Hij had natuurlijk weer iets van een intro momentje bedacht. Sander moet terug en dat vindt hij niet fijn, want dan moet hij weer door de bosjes en straks komt hij Shiny tegen terwijl hij die niet mag vangen. Dan wordt hij heel boos. Nou, ga ik huilen. Dat is een goede summary, nee. Toch? Dit is hem. Ik wil niet huilen. Dit was wel een goede summary van mij. Wat wil ik? Hè? Wat wil ik, zei je? Nee, ik zei, het was wel een goede summary van mij. Wat zei je dan? Ik zei wat ik net allemaal zei. Van, je weet het, Sander die moet nu teruglopen. Oh, door het bosje. Zo. Ja, het zekers. Zo, ik was stil bezig met niet geshinied worden. Niet geshinied worden. Werd ik maar geshinied worden. Hier mag je wel geshinied worden. Oké, hier mag ik wel geshinied worden. Shiny Mancino. Oh, Shiny Bunnelby. Dat is ook... Ja. Wel geen guaranteed. Dat is waar, dat is wel fijn. Volgens mij in de forest ook wel hoor, want ik neem aan dat zo'n Pansier ook wel niet heel... Wacht. Ach, eventjes. Is dat nou een... Hé, hey, Poison, het werkt niet outside of battle. Nee, in de nieuwere games niet, hè. Wat meen je? Mm-hmm. Dan ben ik voor niks teruggelopen, hè. Nou, ik zou wel even healen voor die Tyrant. Ja, ook al heb jij een wateraanval, dus dan valt het wel mee. Ja, maar mijn water Pokémon is 9 van de 28. Dat bedoel ik, dus moest gewoon geheeld worden. Nou, het moest sowieso wel geheeld worden. Aan het kutten, maar... He always hey, been kutting. Oh nee, ik ben geheeld. Sander, dit is al de derde aflevering. Hebben we nog geen eens over Professor Layton gehad. Holy damn, wat een hype. What the fuck. Ik kan niet wachten. Ja, je bent echt ziek hype, man. Ik ben wat zo blij dat ik... toch heb gekozen om mijn reactie op te nemen. Ja, je hebt hem opgenomen, niet live. Ik heb hem niet gestreamd. Nee. Nee, ik heb opgenomen. En ik zei nu, ik weet niet of je de video vandaag... Ik heb vandaag de hele direct geüpload. Ja. Maar ik zei ook in het begin van... Ja, het kan zijn dat als er de hele tijd niks gebeurt... dat ik een beetje cynisch word, weet je wel. Dat ik al een beetje alles ga aflopen kraken. Dat viel hartstikke mee. Ik vond het helemaal niet zo'n hele slechte direct. En toen kwam Professor Layton en toen dacht ik echt van, what the fuck. Maar ook op gewoon zeer, uit het niets, hè. Gewoon nul gedachte dat dit ooit zou kunnen gebeuren. Zeker waar, maar ik moet wel zeggen, ik heb de direct gekeken en er was weinig wat me echt interesseert. Nou, ben ik ook geen Splatoon en Zelda man. Dus als je daar wel van bent, denk ik dat het echt een top direct was. Als je ook wel Professor Layton leuk vindt. Ik ben geen Splatoon man, maar ik ben wel relatief Zelda man. Ik ben er niet goed in, maar ik vind wel leuke games. Ja, Breath of the Wild is ook echt wel een aanrader, hoor. Een goede game. Zeker voor, ja, voor iemand die van Assassin's Creed houdt. Ik denk dat dat wel... Als ik nou zo'n schijn in de Pokémon tegenkwam, dan was ik wel blij geweest. Ja, dan ben ik ook blij. Oh, niet hier. Oeh, shiny. Oh, nee, dan ga ik hier niet. Roselia. Aapje. Ik ben bang. Als ik nou een aapje tegen, dan heb ik nog een aap. Waarom vind ik dat zo grappig eigenlijk? Dat weet ik niet. Nee. Oké. Hey, die heb ik shiny. Wojo. Zijn we soul linked, hè? We zijn wel soul linked. Het is geen soul link. Ik doe not linking, dat is wel ding. Oké. Uh-oh. Ja, die ik hoop stiekem bij de volgende direct, dat zal in mei of zo pas zijn, of in juni, dat ze dan weer over Presolator gaan hebben. Dat verwacht ik eigenlijk sowieso wel. Alleen dat ze dan ook zegt dat het weer onderdeel is van een nieuwe trilogie. Dat hoop ik ook. Het liefst tussen trilogie 1 en 2 of zo. Om het nog gecompliceerder te maken. Ja. Ik hoop eigenlijk gewoon na... Of daarna, dat Luke ouder is. Dat zou ook wel ziek zijn. Dat zou ook vet zijn, ja. Gewoon het begin van Catriel. Dat Catriel ook een appearance maakt. Ah, ja, dat kan ook.
oh, we gaan met z'n allen. It's not about the journey, it's about the friends we make along the way. En we hebben er 5, 4. Precies. Dus dat is veel. Dat is goed. Here's one for you. Adventure rules. Yo, ik krijg regels. I love it, man. And you do be loving. Oh, betekent dat ik nu niet meer mensen mag vermoorden in deze game? Shit. Wat een cadabra. Milan? Ja. Volgens mij. Je kunt hem zo ontwijken, die Tyrant guy. Dat is waar. Shiny! Oh. Oeh, die zou zo nice zijn. Was wel grappig geweest. Als het waar was. Heb je spieren? Ik heb hem ooit wel een keer gekald. Er is ook een TikTok van. Sander. Heb jij speed-up aanstaan? Nee. Oh, die battle ligt heel erg op speed-up. Kan ook aan Discord liggen, hoor. Oh. Weet je nog wat ik zei over die battle? Kom binnen. Nee, dit ziet er zo snel uit of zo. Oh, nee, nu niet meer. Misschien dat ligt wel gewoon aan Discord waarschijnlijk. Rafael. Let's go. Ja, ik weet het ook niet. Ik heb hem teruggezet. De Pokémon. Oh, hij staat nu wel op 105%. Maar... dat is niet wat jij bedoelt, neem ik aan. Oh. Of wel? Nou, ik zag een kleine verschil in snelheid, zag ik. Ja, misschien dat het wel was, hoor. Wheel. Gewoon die dimensie dat je niet weet hoe de shiny eruit ziet, vind ik nog extra leuk. Toch? Ja, zeker. Zeker. Lick? Oh, ik krijg nog iemand met Lick. Ik dacht al, die ken ik toch al. Ah, je moet... ik ben... Nice. Nee, fijn dat je dat hebt gezegd. Nee, ik ben altijd van de moves, van de attacking moves. Maar bij Cagedock werkt dat heel anders. Soms weet je ook wat setup moves. Holy damn, deze cry, what the frick. Kaka! Goed? Nee. Dat. Ben je even plan om zo meteen Gym 1 te gaan doen? Want als jij Gym 1 gaat doen, ga ik Gym 1 ook doen. Het grote voordeel straks is van op het moment dat we Gym 1 hebben gedaan, dat we dan Sweet Sand krijgen. Dan kan je alsnog terug naar de afgelopen routes om gewoon horde battles te doen. Ja, maar dan, je hebt nu 2 mensen en eerlijk, ik wil geen van deze 2 sacken. Ja, maar je wilt niks sacken natuurlijk. Dat is een maar... beetje... Want nou, ja, als je sack, dan verlies je weer een cage match. En je hebt uiteindelijk maar zoveel punten. Er zijn maar 11 punten te halen. Dat is waar. Dat is het nadeel met cage matches. Dat, ja, als het 6-0 is... Dat je al... Nee, weet wie de wint, zeg maar. Dat klopt. Dat ja, als het 6-0 wordt, dan doe je iets niet goed. Kan wel. Tuurlijk kan het wel, maar je doet iets niet goed. Dan is het compleet je eigen schuld. Hou ik je aan als ik 6-0 jou vernietig in 6-0? Ja, dan is het compleet mijn eigen schuld. Dat mag ik nooit laten gebeuren. Ja, oké, misschien 6-0 overdreven. Maar ja, het is wel eens gebeurd. Maar dat was natuurlijk met randomizers. Dan kun je krijgen dat mensen legends hebben. En dit is natuurlijk geen randomizer. En dat is een factor die het onwaarschijnlijker maakt dat het 6-0 is. Laat ik het zo zeggen. Toch? Dat klopt, ik ben het met je eens. Ja. De grootste factor is, wat kiezen wij? Welke Pokémon kiezen wij? Ja, ja, dat is wel, dat is op zich wel leuk nu. Maar, want we hebben nu 2 mensjes. Deze guy hoef ik helemaal niet te vechten. Krijg ik hier iets leuks voor?
dat ik deze nu wel bevecht. En Eevee, die wil ik shiny. Nee, die wil ik oprecht shiny, want die staat op mijn bingo kaart. Waar trouwens nog niet zo lekker mee gaat. Pampurook. Tel mijn bingo kaart. Wat? Sorry? Pampoer staat op mijn bingo kaart. Oh, vet. Dat, oké. Okay. Maar ik tel hem niet hoor, maar als ik hem hierin krijg. Nee, snap ik wel. Ah, ik moet zeggen, met de bingo kaart schiet het ook niet heel erg op. Want ik heb niet zoveel tijd gehad om live te wezen. Same in. En ik wil gewoon vooral die Dialga, die wil ik gewoon op stream, man. Ja, dat zou ik echt zonde vinden als ik die niet op stream heb. Mm-hmm. Eigenlijk, al die niet Scarlet en Violet mons, die wil ik wel echt op stream. Holy damn, dat heeft veel damage trouwens. Want die zijn zo uniek, die reactie wil ik gewoon mm-hmm. op stream. Of in ieder geval on camera. Snap ik. Ja, dan is het leukste om te streamen. Ik kan het wel filmen en dan later zeggen, yo, ik had het. Heb ik met Scarlet en Violet ook al een paar keer gedaan. Dat ik gewoon geen zin had om te streamen of zo, maar dan wel gewoon... Opname aangezet. En ja, en dan was ik ondertussen ook wel wat aan het kijken, maar dat kun je dan wegdoen. Zeg maar wegmuten. Want ik neem het in meerdere sporen op. Als Smarty Pants 1. Smarty Pants Age, ben jij. Ja, dat ben ik. Ik wil even die pokeball in. Ik wil even die schijn in de pokeball. Maar als we nu de gym battle gaan doen, dan wil ik sowieso even level 10 worden, denk ik, met deze guy. Ja, ja, dat is dus dan goed. Ga ik hier sowieso eerst levelen tot level 10 en dan kunnen we... Best Oh, dat moet ik nu niet doen nu ik low health ben trouwens. De battles die wij met elkaar doen, die worden set level, hè? Volgens mij 50. Level 50, ja, maar de moveset. Mm-hmm. Oh, ja. Er zit wat in. Ja, daar zit zeker wat in, anders zeg ik dat ook niet natuurlijk. Oké, Sandring. Nee, ik ben aan het fucken. Aan het kudden. En we mochten tot level 14? Ja. Maar je moet ook nog tegen trainers in de gym, hè? Ja, maar dan moet ik weten. Maar als hij in de gym... Stel, hè, ik zou hem level 14. En hij wordt per ongeluk in de gym level 15. In de gym battle... Ja. Dus tegen de gymleader, dan maakt het niet uit. Alleen voor de gymleader. Ja, precies. Nee, maar dat moest ik even weten voor informatie. No. Oké, dan moet ik wel tegen deze man heel vechten en ik ben low health. Oh, ik ben met beide low health. Oh, dit is kut. Ik weet ook niet wat voor... Je hebt potions misschien. Ja, één. Ja, oké, okay, toch één iemand. Dan zou ik Froakie helemaal nog naar boven. Nou, dan wil ik eerst weten welke het is. Als het een ghost type is, dan klik. Oh, die heb ik op Froakie ook. Ja. Dom. Dit zijn er... Oh, hij heeft alle drie de dingen. Kijk, en nu is het dus handig dat ik deze guy heb, want die resist zijn. Alhoewel, dat zeg ik wel mooi, maar... Hij is level 4, zou die 11 damage doen? Ik check wel even hoeveel damage hij doet. Oh, als ik zo weinig damage doe, dan doet hij nog weinig damage. Hey, kijk eens eventjes. Dan hoop ik... Ook dat mag Sander ook gewoon nog een crit. Een pincer. Vuurtje. Ja, dat moet ik sowieso met Rafaela doen. Rafaela. Huh? Hoezo is hij niet blauw? Nee, grapje. Ah, snap je?
Want je hebt zo'n grappling jacket. Ja. Grappling jacket. Grappling jacket. Ben, let it pour, let it pour. Ben, let it pour. Wat doe ik dan? Ja, voor de experience. It's all about experience, man. It's all about the experience. Ik kan geen water gebruiken natuurlijk. That's crazy. Water. Scratching it up. Scratching it up before you go. Quick tech. Ik ben benieuwd hoeveel... Deze wheel moet een andere kleur zijn. Weedle, weedle, weedle. Oké, ik moet nu heel snel naar de Poké Centering. De Grimering! Oh, shiny! Mm-hmm. Heel ziek. Dit is een normale shiny Grimer. Ik dacht dus dat de Fennekin ook een normale shiny was. Maar nee, maar de Fennekin is echt wel heel anders. Ik dacht maar dat Fennekin normaal ook zwart was. Nee, hij is normaal grijs, maar heel licht grijs. En nu is hij donkergrijs met roze plukjes in zijn oren. Wat doet deze man? Crazy. Oh, oké. Okay. Dat mag. I love crazy guy eens. Nice. Moet je wel weer één Pokémon weer meer levelen? Moet helemaal niet. Of doe je dat niet? Dat hoeft daar inderdaad niet per se. Pokémon buying. Oh. Selling. Nee, buying bedoel ik. Ik heb nog 2? Oh. Nu 5. Ik ben ready. Hier van 15. Oké, okay, dan heb ik wel even genoeg. Om te rambelen. Ready to ramble? From rambling. Oh, jij gaat nu de Eevee verslaan. Heel ziek. Parasing? Het zou wel ziek zijn als ik nu die Paras heb, en dan is het zo van alle starter opties. Vang je hem deze keer dan wel? Wat? Shiny Paras? Leaf Green? Seeking Oh ja, Leaf Green. Oh, daar heb je het over. Ja, dat was pijnlijk. Dat was pijnlijk. Dat was zeer pijnlijk zelfs. Op schaal van 1 tot 10 was dat zeer pijnlijk. Ja, dat is hoe schalen werken. Ik hoorde je het vragen. Pijnlijk. Dat is niet waar, want ik zei niet. Oh, zij is niet eens battling. Fledgling. Azula. Scratching it up. Scratch it up before you go. Ja, precies. Jij snapt het. Ik snap wel alles. Ik ben zo slim. Hij is nog geen fire type? Oh, dat zou best wel. Wat een bullshit. Ja, dan helpt het niet, nee. Hoe moet ik dat weten? Dit ding is toch een fire type? What the fuck? Hey, een epel. Waar slaat het op? Ik vind het bullshit. Ik, ja, dat hebben we in de gaten. Bullshit zijn. Van. Vind. Ja, hoezo is die guy geen fire type? Oh, hij is normal flying zeker. Ja, hoezo? Dat staat toch nergens op? Dat Game Freak van normal flying uit. Ja, dat. Volgens mij hebben ze ook een hekel aan primary flying. Dat klopt, ja. Oeh, ik kan hier ook nog in die route hier rechts ook nog een Pokémon vangen. Bedenk ik me nu. Ja, oké, okay, ja, kan. Ik moet toch op jou. Oh, jij hebt alle 3 al gehad? Nee, maar ik sla dingen even over.
Route 1. Route 1? Ik heb Route 1. Of Route 2 eigenlijk, want Route 1, daar kan je geen Pokémon van. Wat? Maar ik ben nu in Route 2 en ik was... Nee, je bent in Route 3. Hè? Dat is Route 3. Wat een onlogische Route 1 dan. Op Route 1 kan je alleen gewoon geen Pokémon van. Dat is onlogisch. Hé, hey, Epom, die ken ik. Tailwhip, dat doet dat? Defense zeker, hè? Ja, dat gaan we niet riskeren. Risk it for the biscuit. Risk it for the biscuit? Nou, dan heb ik liever geen biscuit at the moment. Want ik wil even niet risk it in. Dus ook niet, even geen biscuit in dan. Dat is Engels, trouwens. Ja. Fijn, dat je dat niet uitlegt. Pound. Hoeveel? 1 pound, blijkbaar. Ik weet niet hoeveel gram dat is, want wie werkt nou met pounden? Een pond is 500 gram. Oh. Echt? Ja. Yeah. Oh. Ik denk Amerikanen, dat is altijd zo'n raar getal, zeg maar. Nee, pond is ook gewoon Nederlands, hè? Dat gebruiken we in Nederland ook gewoon. Ik heb nog nooit iemand horen gebruiken, maar goed. Heel veel oude mensen gebruiken het nog. Net als onze. Ons wel, maar dat is gewoon 100 gram, toch? Dat is, ja, maar een pond wordt meer gebruikt dan onze. Ah, toch ken ik een ons beter. Een onsje vet ken ik wel, maar een pond... Een pot vet ken ik wel, maar een pond... Nee. Die heb je toevallig op de tafel gezet, of niet? Hoe weet je dat? Kutsel. Oh, nu moet ik hem van het afhalen, ja. Maar ben jij maar aan het stalken? Toevallig, ja. Thuis? Oh, oké, okay, leuk, gezellig. Okay. Oeh, is dit een... Oh, ik dacht het is een horde battle. Het is een Audino. What's the difference? Audino telt toch voor 5? Wat? Van haar? Ik wil of die veel XP heeft. Ik wil eigenlijk even... Ja, waarschijnlijk wel, want dat is de Chansey rip-off in Gen 5, toch? Maar jij gaat nog niet aan de gym beginnen, zo te zien? Nee, ik wil nog even 1 leveltje met Froakie. Want ik... Ja. Ik wil heel graag level 14 zijn. Wacht, is hij al level 13? Nee. Oh, ik wou zeggen. Oh. Maar ik wil heel graag level 14 zijn. Als ik nu de ding in ga, dan red ik hem toch niet. Dus. Oeh, dat was heel veel XP, ja. Nice. Misschien is dat dan voor mij ook wel handig om te doen. Waar heb je die? Rechts van... van de stad. Ik kan gewoon zo moeten doen. Oh, je moet nog één naar boven. Ja, dat weet ik toch allemaal niet. Ik heb deze game amper gespeeld. Hier en dan... Maar dan moet ik wel die guy ook zeker bevechten. Ja, die heeft een Lidlio en nog een andere Pokémon. Lidlio is easy kill. Dat is ook wel gunstig, want dat is een trainer battle, die geeft ook volgens mij over het algemeen meer. Een Psyduck. Ja, een dat Spiduk? Heb ik niet verteld. Ja. Dat is als we, nee, dat is als Paddy mee zou doen. Cloud 9? 9 clouds, dat vind ik wel meer dan 8. Dat is wel meer dan 8. Vind jij 9 ook meer dan 8? Doe dan dat blauwe duimpje omhoog. Ben je vervelend? Doe dan ook een blauw duim. Maar Jordi en Harm zijn niet. Of Nando zijn niet vervelend. Dat klopt. Pats. Psyduck? More like. Piduck? Snap je? Die was oprecht nog wel leuk trouwens. Maat, die Audino's. Ik moet uit gaan kijken nu. Ja?
dit zo erg? Ridley, ja. Oh, is ook vreemd. Ik hoef er maar één. Ja, ik wil eigenlijk toch de gym zo in. Ik wil... Hoeveel... Ja... Eén level kreeg je daarvan? Met je starter? Met Audino? Eerst tegen deze bitch vechten. Dat is niet handig. Audino kreeg ik bijna een heel level van je. Hé, hey, Moena. Ja. Die ben ik allemaal niet tegengekomen. Die Zigzagoon, oh, daar krijg je sowieso amper levels van. Dus als ik dan 13 ben, dat kan wel. Ja, want je mag niet 15 zijn als de gym. Nee. Of je mag niet 14. Je mag niet. Nee, je mag wel 14 zijn. Alleen niet 15 als je met de gym leader begint, hè? Ja, oké. Okay. Nogmaals, er zijn ook dus trainers in de gym, zeg maar. Ja, precies. Is dan, oh, ja, ik krijg dan... de roller skates al, dat is chill. Ik weet niet hoe je die aanzet, maar. Die gaat vanzelf aan. Oh, dat meen je. Mm-hmm. Beter dan de bike. Oh. Dit is zo nice. Dat is echt de beste mode of transport die ze hebben gehad in Pokémon. Ja. Helping hand? The hand do be helping. Bubble, oké. Okay. Jacob Bubble. Niet leuk. Oh, hij heeft zo'n berry. Dat is ja, Gen 4 trouwens. Dus hoezo zitten die hierin? Berry is van Gen 4, toch? Dat is je rival van Gen 4. Dat klopt, ja. Maar die zit hier ook gewoon in, dus blijkbaar. Helping Henning, ja. More like? Ik dacht het niet in. Oh, dat is die lijpe gym. Of is het niet die lijpe gym? Oh nee, dit is gewoon die. Nee. Welke is die ene dat je zo'n quiz moet doen en dat je überhaupt geen trainers hoeft te verslaan eigenlijk amper? Dat is de vijfde gym. Hier hoef je volgens mij ook geen trainers te verslaan als je het goed doet. Zit even te kijken. Ja, als je alle belletjes volgt, kan je ook volgens mij meteen naar de leader toe. Ja. Yeah. Oh nee. Je moet één trainer verslaan. Die ga ik sowieso even doen. Maar eigenlijk wil ik dat de volgende aflevering ook doen. Oh, ik ga nu net deze guy in. Ja, het is Zigzagoon heeft zij, dat is het. Dus als je die Zigzagoon nog doet, dan wacht ik hier wel even. Ik heb nu Incinerate, dus ik Incinerate deze bitch wel aan. Doe dat maar, Zem. Incinerate! En dan niet als een koelt. Burnt? Nee. Ja, je heeft mijn grap niet gehoord, of hij vond het niet grappig. Jawel, joh, het duurde even. Oh. Totdat hij binnenkwam. Hé, hey, kan gebeuren. Net zo funny guy. Ah, ja, dat vind ik niet. Yo, bedankt Gel, voor het kijken. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond ik dit nou een leuke aflevering? Doe even een duimpje omhoog. De volgende aflevering gaan we hoogstwaarschijnlijk misschien onze eerste cage match hebben. Ik hoop dat het ook allemaal werkt, dus dat wordt allemaal een feest volgende aflevering. Bedankt voor het kijken. Adios, amigos.